Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft afgelopen zaterdag doven en slechthorenden in de gelegenheid gesteld een nieuwe identiteitskaart te maken. Dit gebeurde in de Kennedy Stichting. Het project is in samenwerking met de Stichting Surinaamse Dovenbelangen, SUDOBE, uitgevoerd. Communiceren voor doven en slechthorenden is niet altijd even makkelijk. Het ministerie achtte het daarom belangrijk om deze doelgroep tegemoet te komen. SUDOBE-voorzitter Henk Kimpoel juicht het initiatief van het ministerie toe. Hij geeft aan dat doven en slechthorenden het vaak moeilijk kunnen communiceren met het personeel van de kantoren van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Wieren Megu, acteur en inspiratie achter de Surinaamse film Wieren, heeft ook zijn ID-kaart in orde gemaakt. Hij geeft aan dat een identiteitskaart erg belangrijk is voor een dove en slechthorende om zich te kunnen legitimeren. Vooral wanneer mensen je niet begrijpen. Via Facebook heeft de stichting een oproep geplaatst voor haar doelgroep om gebruik te maken van de gelegenheid om bij de Kennedy Stichting een identiteitskaart te maken.